Hey, hallo allemaal. 25 juni vandaag en eigenlijk kan dit een kort weerbericht zijn. Kijk naar gisteren, doe er een beetje bij qua temperaturen en we hebben het weerbeeld voor vandaag. Want we zitten nog altijd met een hoge drukgebied in de buurt van het zuiden van Scandinavië. Dat trekt geleidelijk aan richting de Oostzee. En vandaaruit dirigeert het ons weer. Het stuurt met een noordoostelijke stroming droge en warme landlucht naar ons toe. Daarin krijgen we ook vandaag weer heel veel zon te zien. In de loop van de late ochtend duiken er landinwaarts een paar kleine stapelwolken op, maar die verdwijnen dan weer later in de middag, dus het is vrijwel helemaal zonnig. Temperaturen kunnen nog wat winst pakken ten opzichte van gisteren. We gaan naar een graad of 23 aan de kust, tot een 25 à 28 graden landinwaarts. 25 dat is dan in de polders en 28 dat is dan in de grotere steden van onze regio. Kortom, een mooie zomerdag met die blauwe lucht in en een zwakke wind uit een eerst noordoost-oostelijke richting. Later in de loop van de dag gaat die aan de kust dan weer een zeebriescomponent krijgen, waarbij die daar tijdelijk wat terugtrekt naar het noorden, maar echt heel veel afkoelen doet het daardoor niet. Vanavond en vannacht koelt het dan wel geleidelijk aan af. Traag, heel traag. De avond verloopt zomers. Tegen de ochtend pas hebben we minima rond een 13, 14 graden, bij een zo goed als wegvallende wind en eventueel wat plaatselijke nevel, maar meestal is het helder. Morgen doen we dat nog eens over. In de loop van de dag misschien wel een paar hogere wolken die kunnen binnenlopen. Maar de zon is ook morgen nog volop van de partij. Bij maxima van opnieuw een 25 tot 28 graden landinwaarts. Iets minder aan zee door die zeebries. Donderdag dan trekt een zogenaamd, ja, wat ik zou noemen, glazen front door. Dat front dat is niet echt actief. Er kunnen misschien tijdelijk een paar wolkenvelden doortrekken. Maar buien bijvoorbeeld, ja, ik denk niet dat die ervan gaan komen. Ik denk dat het droog blijft en dat de wind geleidelijk naar een westelijke richting draait, waarmee dan minder warme lucht binnenloopt, maar toch halen we nog wel een 25 graden landinwaarts. Vrijdag zitten we dan in die minder warme lucht. Maxima halen toch nog een 2, 23 graden in de provincie, een graad of 20, 21 aan de kust. En het is dan meestal wisselend bewolkt, maar toch nog met redelijk wat ruimte voor de zon erbij. Vanaf het weekend zou het volgens het Europese model, en ik schrijf er de pluim bij, dan zie je dat opnieuw zomers warm worden. Die zomer lijkt door te zetten. Dat is een nieuwigheid. Dat model gaf dat eerder niet zo expliciet aan, maar was ook niet slecht. Maar nu zie je toch dat die temperaturen vrij hoog zouden blijven zitten. En het blijft ook droog. Ik ben wel wat voorzichtig, omdat het Amerikaanse model, waarvan ik er nu de pluim bij zet, dat niet doet. Die zitten duidelijk wat lager met hun temperaturen. Maar ja, goed, die lange termijn, we hebben gezien wat dat waard is. Voorlopig zal ik ervan uitgaan dat we toch met een soort van gematigd zomerweer blijven zitten vanaf het weekend en verder. Misschien zelfs dus opnieuw zomerweer. Maar ik hou toch een slag om de arm. Die lange termijn verwachtingen bleken de voorbije tijd niet echt altijd even betrouwbaar. En daar is het Amerikaanse model met een ander scenario. Let wel, beide modellen tonen amper of geen neerslag voorlopig. Zo. Je bent weer helemaal op het juiste spoor gezet met het weerbericht. Alvast bedankt voor het kijken. Geniet van de zomerse dag. En graag tot morgen. Dag.